in a village under a castle. A little mouse named Despereaux was born. Mom, he's so puny. And look at those ears. Muis met grote oren. En ja, ik moet het in het Engels zeggen, een hero against all odds. Hè. Hij was natuurlijk klein. Hij is zelfs kleiner dan andere muizen van zijn leeftijd. Hij heeft van die grote oren, maar een enorme persoonlijkheid. Ready, class? Good. Hij past niet helemaal in zijn wereld. Omdat hij als enige eigenlijk bijzonder nieuwsgierig is en alles wil zien en uitproberen. It's a carving knife. It's beautiful. Ik heb hem altijd meer als een soort klein, als een jongetje gezien eigenlijk. Want al die muizen in zijn wereld, die zijn allemaal doodsbenauwd om regels te breken. Despereaux is eigenlijk de enige die, ja, die er moeite mee heeft om zich aan de regels te houden, omdat hij zo'n persoonlijkheid heeft. Oh, Despereaux, there's so many wonderful things in life to be afraid of if you just learn how scary they are. Het is echt een grandioze groep die we daar bij elkaar gekregen hebben. Natuurlijk Dustin Hoffman. Emma Watson heeft een fantastische prestatie daar geleverd. Are you a rat? No. A mouse? I am a gentleman. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat mensen naar de film willen gaan kijken. Want het is echt iets prachtigs geworden. Oh, here's one. Drew pictures of cats on his notebook. No. A cat? I can't imagine. I'm afraid so. Named it Fluffy. Oh. You're a strange little mouse. Thank you.